Maar zullen we het eens over hebben? Iemand een voorzet, vraag, een inzicht. Dat heb ik Hans. Misschien kun je voor mij nog een keer in het licht zetten hoe voor jou stilte is. En waarom is dat interessant wat Hans daarvan vindt? Maar als je het zo dicht mogelijk even om te beginnen bij je eigen ervaring houdt. Dus gebruik je eigen truth machine. Wat is stilte? Wat komt er dan uit? Gewoon in de dag, zeg maar. Dan kunnen daar momenten zijn van dat ik me ergens totaal in verlies. Maar ook heel veel van gewoon waarnemen wat geest aandraagt. Mm-hmm. En het daarbij laten. Het is gewoon dat waarin alles plaatsvindt. Dus als we het auditief maken of voorstellen, noemen we het stilte. Als we het visueel zouden vertalen, zeggen we misschien leegte of ruimte. Nou, soms valt in onze beleving ons zijn helemaal samen met die ruimte of stilte. Soms is er ook een soort dynamisch aspect bezig. En het is wel cool. Dus voor de schijnbare persoon is dit dan te prefereren boven iets anders, maar voor wat jij werkelijk bent, die stilte, maakt het niks uit, met of zonder dynamiek. Het is wat het is, wat het is. Dat versta ik, dankjewel. Goed, dankjewel. Lastig drinken met zo'n prothese. Een ritje vragen. Iets wat leuk kan zijn om te beseffen, of tot je te nemen, is dat jouw hele systeem is gewoon geschikt in principe als waarheidsmachine. Je bent die waarheid. Ten diepste. En het systeem is ervoor om je in concrete situaties te laten zien wat het meest effectief of waar is. Altijd. Het lichaam weet perfect hoe het moet functioneren. Als je het niet lastig valt met al jouw verwachtingen en projecties. De geest is in staat tot een enorme creativiteit en helderheid. Tenzij jij de hele tijd denkt dat je het beter weet dan de reality. Which you don't. Een van de natuurwetjes is, de realiteit heeft altijd gelijk. En daar mag je blij om zijn of verdrietig om zijn of er aan toevoegen wat je maar leuk vindt. Of eigenlijk waar je niet laten kan. Maar de realiteit heeft altijd gelijk. Dus ik wil iets, de realiteit zegt nee, gaat niet gebeuren. Dan kan ik gaan jammeren of gewoon begrijpen dat de realiteit het beter weet dan ik. Dus in mijn opinie, leven is dodelijk eenvoudig. En dat heeft niet eens zoveel met verlichting te maken. Maar gewoon een beetje doorhebben hoe dingen werken. Dus we komen hier aanrijden. Zullen we meer gezien hebben, dan kun je een bepaalde kant niet op. Daar kun je dan over gaan mekkeren enzovoorts, maar het is wat het is. Dus zoek je een andere manier. Geeft toch niks? Je kunt hier niet linksaf. Ja, ga toch rechts. Of rechtdoor, of terug. So what? Dus alleen maar als ik denk dat ik het beter weet dan de totaliteit en zeg nee, het moet zus en zo, het moet naar mijn zin, dan krijg je gedoe. Als je de impulsen van binnenuit volgt die je zeggen van ga hier links of van buitenaf van nee, dit gaat niet gebeuren, dit gaat gebeuren. Wat is dan het probleem en wat moet je dan nog verlicht worden? Het is niet zijn met de agressiviteit die op dat moment opkomt, dat je je opgefokt voelt. Dat je als je de realiteit ziet,
waar is die agressiviteit dan voor nodig? Agressiviteit in deze context is blijkgegeven van dat je je systeem niet gebruikt waar het voor geschikt is, namelijk om de realiteit te herkennen. Dan hou je vast aan het idee dat jij beter weet hoe het moet. Want ik wil mijn ijsje nu. Nee, ik krijg geen ijsje. Tantrum. Dat is een teken van stupidity, dat geeft verder niet. Maar waar heb je dat aan? Ik zou willen dat ik het niet had. Ja, dat is great, maar je hebt het wel. Dus de realiteit laat je zien dat het er is. Nou, deal with it. Kom tot een dusdanige helderheid dat je je niet meer opfokt over what is obvious. Ik ben boos omdat er een kussen voor me ligt. Het moet niet. Het ligt er dichtbij. Het ligt daar wel. Je kunt ook gewoon daar neerleggen. Maar al die huisra. Dus daarom een van die tweetjes die ik de laatste vorige week of zo eruit gooide, was van: toon mij één probleem waar geen aanname of ik-gedachte in zit. Dat kun je niet. Het is altijd ik. Nou, als je op dat level wil blijven leven, prima, maar dan hoort die agressiviteit of teleurstelling of frustratie hoort erbij. Zo laat de realiteit je zien dat je gewoon niet in tune bent. En dat je alles maar persoonlijk neemt en zo. Dus teaching, dat is niet van hier zo, van dan gaan we naar een spiritueel leraartje en die gaat ons vertellen hoe het zit. It's de hele dag in your face. Nou, degene die niet opletten, die gaan naar zo'n achterafzaaltje. Kost het je nog een keer 20 euro om te horen wat je de hele dag al te zien krijgt, weet je wel. Ik wil het zo, ja, maar het gaat zo. Zal mijn karma wel zijn? Nee. Dan heb je ogen dicht. Dus dat systeem van je, dat kan een drager of een voertuig van waarheid zijn, of het voertuig van de little motherfucker die wij ego noemen. Die altijd links wil waar rechts staat. En omgekeerd. Altijd. Het is niet goed of het deugt niet. Ik kan ook zeggen, ga met de stroom mee. Doe niet tegen de stroom op. Ja, dat mee, ja, mee. Exact. Easy. Ja, zo. Tenzij je zegt van ik heb een doel en ik moet morgen of volgend jaar of zus of zo zijn of dit of dat bereikt hebben. Ja. Dan moet je knokken en forceren en manipuleren en dingen uit de weg ruimen en weet ik veel wat. Maar als je leven gewoon ziet als een beweging. Een dans gaat ook niet ergens heen. Hè? Je gaat niet dansen om van die kant van de kamer daar te komen. Je danst gewoon omdat het beweegt. Er zijn een heleboel stapjes, maar het gaat nergens heen. Het is gewoon for fun. Ik vind het even interessant als je zegt van, er is geen probleem waar geen ikje of ego aan zit. Dat klopt ook wel, maar als je bijvoorbeeld kijkt, opwarming van de aarde, daar zitten heel veel ikjes en ego's aan. Ik vind het vervelend dat hij een hele grote, te grote auto rijdt of een te veel. Nou, wacht even, dan moet je al aannemen dat er zoiets bestaat, hè? Can we prove it? Ik niet. Nee, ik ook niet. Voilà. Dus je gaat van iets uit waar je geen weet van hebt. Je laat het je aanpraten. Nou, je ziet ijsbeertjes van een hele kleine ijsgots, te kleine ijsgots. Ja. Ik zie ook geen dinosaurussen meer, so what? Ik huil daar niet om hoor, dat er geen tyrannosaurussen rondenderen nu. Dus je moet eerst van alles in elkaar zetten. Bijvoorbeeld dat de aarde zo en zo warm zou moeten zijn, waar staat dat? En hebben we die planeet ooit gevraagd wat die ervan vindt? Wat kan die aarde het nou schelen of het water zo hoog is of zo hoog? Of er nou veel of weinig ijskappen zijn? He doesn't give a shit. Die heeft al wat meer meegemaakt als we aannemen dat dat tijd is. Dus dat er een eerder was.
Ja, want toch is er een egootje die dan daar toch iets aan wil doen. Doe je best. Ja. Dat toont de tomeloze, niet om lullig te doen tegen jou, hoewel ik dat met plezier doe. Maar de tomeloze arrogantie van de mens. We're gonna save the planet. Ja, tuurlijk. En alles waar je je aandacht aan geeft, dat doe je ook nog eens. En dan zit jij je druk te maken, dan word je warmer. Dus dan draag je bij aan de opwarming van de planeet. Ja. En als je dan toch zo milieubewust bent, neem geen kinderen, want dat worden nieuwe vervuilers. It doesn't make sense. Reality is never wrong. Een nieuwe ijstijd. Tadaa! Misschien sterft de mensheid uit. Nou, the planet doesn't give a shit. Dat is het leuke van zoeken. Hè? Dus gewoon je intelligentie gebruiken om alles waar je in gelooft te kijken, te onderzoeken, te ondergraven. Waar klopt het niet? Dus niet waar vind ik dingetjes voor wat ik al geloof, maar kan ik het slopen? Waar zit ik ernaast? Dan heb je een hele grote kans dat er een enorme ruimte en vrijheid ontstaat. En dat je kan gewoon genieten van wat er is. En als je dan toch nog met een spandoek van red het milieu wil rondrennen, because you think it's fun, please do. Of ga ijsberen redden, of eens kijken hoe dichtbij je mag komen. Die was net hongerig. Niks zo lekker als een activist. Super makkelijk. En je moet het weten, je moeder had die geweertjes weggooien. Wat een lord. Ja, natuurlijk. Met hele pech.